kleinere gebeurtenissen van de afgelopen week. Afgelopen week, vorig weekend, was ook de finale van het jaarlijkse cabaretfestival Kamerette in het nieuwe Luxor Theater. Traditiegetrouw ben ik daar voor Radio Rijnmond heen geweest. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik het een beetje een zit vond. Drie finalisten, elk een half uur op het podium. Relatieve beginners in het cabaret. Relatieve beginners in de kunst van het mensen aan het lachen brengen. Want daar komt het toch een beetje op neer. En als dat aan het lachen brengen maar matig lukt, is een half uur lang. Bij twee van de drie finalisten heb ik mijn lachen vrij goed kunnen inhouden. Toch wonnen juist zij de jury en de publieksprijs. En de deelnemer die niks won, was juist mijn favoriet. Hem had ik getipt als winnaar. Misschien begin ik er wel een beetje uit te raken. Hoog tijd dat volgend jaar iemand anders namens Rijnmond plaatsneemt in het nieuwe Luxor, lijkt me. Maar goed, van die verliezer, Diederik Smit uit Amsterdam, heb ik wel een blokje gemonteerd dat voor mijn gevoel voor de radio aardig werkt. Wat hij op het podium deed, had ook iets weg van een radioprogramma op de planken. Niet helemaal toevallig, want Diederik is een van de mensen achter de absurdistische rubriek Globaal Nieuws op Radio 1. Daar had hij duidelijk uit geput voor zijn niet prijswinnende optreden op Kamerette. Luistert u naar een montage van iets van 10 minuten.